Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrolijke Vaper. Ik heb dankzij vapingshop.nl een nieuwe tank voor review. Het is de 2FV12, de Cloud Beast King. En ja, het is echt een Cloud Beast. We gaan eerst even doornemen wat er in de verpakking zit. Nou ja, natuurlijk de TFV12. Ik heb de regenboogkleur genomen. Erg mooi moet ik zeggen. Nou, in het doosje zitten verder de handleidingen en de waarschuwingen. Een extra setje O-rings en rubbertjes. Een extra glaasje, waar ik ook altijd wel erg blij mee ben. En een setje bumpers. Ja, en tenslotte zit er één coil geïnstalleerd. Dat is de 12... Hoe heet die? Dat is de V12 T12. Heeft 12 verdampingscoils. En ja, je krijgt er nog twee coils bij. Nou, aangezien ik altijd mijn coils prime, had ik deze ook voor het eerste gebruik even goed bevochtigd. En dan gaat zo'n 1,5-2 milliliter vloeistof alleen al in het katoen van de coil. Nou, verder heeft hij een inhoud van 6,5 milliliter. Dus ja, voor het eerste gebruik ben je ongeveer 8 milliliter vloeistof kwijt voordat je hem goed en wel hebt. Ja, wat kan ik verder zeggen? Ik vind het een fantastisch ding. Enige nadeel, maar dat is eigenlijk hetzelfde als bij de TFV4 en de TFV8. De afwerking van de coils is niet heel erg goed. Ik hoop dat je het kan zien op film. Maar de leads van de verdampingscoils die steken nog door het rubber heen. Dat is eigenlijk hetzelfde probleem als bij de TFV4 en de TFV8. Vooral de 8 was het erg een probleem. Daardoor lekken de coils verschrikkelijk. Je moet dus al die metalen puntjes moet je met een schroevendraaiertje even terugdrukken, zodat ze onder het rubber vallen. Ik zal binnenkort wel even een filmpje ook online zetten van hoe je dat doet. Maar ja, als je dat goed doet, dan heb je eigenlijk bijna geen issues meer met lekkage. Ik heb deze toen even snel gedaan. Ja, omdat hij dus 12 verdampingscoils heeft, zijn dat wel 24 pinnetjes die je dus terug moet drukken onder het rubber. Wat ik nog steeds erg jammer vind, dat ze dat even bij Smok zelf niet doen. Aangezien de coils en de tank redelijk prijzig zijn, vind ik eigenlijk dat je mag verwachten dat er een beetje afgewerkt wordt. Maar ja. Niet en ja, dat moeten we dus even zelf doen. Als je dat niet doet, stroomt je vloeistof letterlijk uit de airflow gaten naar buiten. Het wordt echt een bende, dus ja, let erop als je hem koopt. Je moet echt je coils even bewerken voordat je ze in het apparaat stopt. Nou, de coil die erin zit, die is geschikt voor apparaten van 60 tot 350 watt. En de sweet spot is volgens Smok tussen de 130 en de 200 watt. Dus ik heb hem nu op 170 watt staan. En dan doet hij dit. Wat best redelijk absurd is. Het is echt, ja, de hoeveelheid damp die deze afgeeft, het is echt belachelijk. Maar wel leuk. Waar je dus ook even op moet letten is dat je goede batterijen in je mod hebt zitten. Want op het moment dat ik met 170 watt en 0,12 ohm het knopje indrukt, trekt hij even 36,5 watt op dit moment. Je batterijen gaan dus echt wel een stuk harder. Met mijn TFV achterop kon ik zeker anderhalve dag dampen op een verse set batterijen. Deze, als ik hem boven de 170 watt zet, dan gaat hij zeker niet de hele dag mee. Maar ja, extra setje batterijen mee dus. En nou, ik heb hem voor het filmpje, ik heb eerst de Engelse opgenomen, toen zat hij helemaal vol. Nou, ik heb er nu een paar hijzen van genomen en je ziet het level al aardig naar beneden zakken. Dus het is echt een slurper. Maar ja, dat kan je ook haast niet anders met dit soort wolken.
Ik vind het een heel fijn apparaat. Hij heeft weer dezelfde topfil als de TFV8 en de TFV4. Wat trouwens erg goed werkt. Hij sealt hem ook goed. Dus je hebt geen lekkage aan de bovenkant. In ieder geval, die heb ik tot nu toe niet gehad. En mocht je die krijgen, dan hebben we dat extra setje rubbertjes nog. Ja, verder. Ik heb mijn TFV8 weggelegd. Dit is mijn nieuwe Cloud Beast. Wat ook logisch is, want het is de nieuwe versie. Nou, voor de TFV8 waren ook verschrikkelijk veel coils beschikbaar. Dus voor deze ga ik ervan uit dat er ook weer een hele hoop verschillende coils komen. Ik denk dat ik voorlopig wel op die 12 coil blijf zitten, want die bevalt me erg goed. Ja, ik zie dat de andere coils wat minder stroom nodig hebben, dus dat is misschien ook wat beter voor je batterijen. Maar ja, ik vind hem erg fijn zo. Goede dampproductie, goede smaakbeleving. Ik vind het een heel fijn apparaat. En ja, als je dus even de coils aanpast, zodat ze niet lekken, is het een prima apparaat. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.